daar gaan we dan. Ja. Ik noem het altijd buurtsuper. Het is niet echt een zaak, het is meer een clubhuis. Ze komen hier en ze praten, ze kennen elkaar. En dat is in een café ook natuurlijk, want in een café heb je allemaal dronken mensen, dus dan krijg je 25 keer dezelfde verhalen. En dat heb je hier niet. Het is hier een bruin café zonder alcohol. Morgen, jongen. En hier helpen ze elkaar, dat is gewoon een sociaal punt. Voilà. Jongen, verprooien, wat zit je weer te klooien? Ja. Vandaag en morgen dan pleur je om met dat ding. Hoe gaat die nou? Ja, prima met jou. Ja, als ik een broodje filet krijg van je, dan maak ik het weer helemaal goed. Moet je ook nog koffie? Ja, alsjeblieft. Wat zit je weer te klooien, verprooien? Een rijbewijs heb je ook nog niet van gehoord, hè? Dank je wel, meneer Willinga. Je broodje. Nou, ik zal er eens van proeven. Zal een keer tijd worden ook? Het water is koud van brooien. Oh. Komt uit Siberië. Je hebt ook altijd overal antwoord op, hè? Dat is mijn poeting vandaan. Ijskoud. Maar heb jij gevaren? Hij is ijskoud. Gelukkig. Wat die Wielinga allemaal naar voren zijn tovert. Alsjeblieft. Heel vriendelijk bedankt, meneer Wielinga. Dank je. Het is gewoon mijn uitje. Want als hij maandag weg is, dan vind ik het jammer dat hij er niet staat. Hij is pas drie weken bij vakantie geweest. Ik denk, waar moet ik nou weer heen? Ik ga allemaal plekken toe waar ik nog nooit geweest was. Nee, dan missen we hem wel. Onze vriend. Van mijn maat. Hoe krijg je van mij, Willem? Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk verprooien. Dan ben ik vergeten mijn medicijn in te nemen. Dat kan nog. Neem maar, geef me een bakje koffie van je. Ja, dankjewel jongen. Dan komt er een van onze vrienden. Dat is de grootste Feyenoord hooligan. Hé, die man zat de zwarte Maxima. Hé, hey, niet tegen me aanrijden. Daarheen, niet tegen de ding aanrijden. Hij wil dat we in de boeien gaan. Die twee, zegt hij. Wie komt er om 4:30? De politie? Heb je die van stadstoezicht gezien? Zet je weer bij vragen binnen? Ik vind het knap dat hij dat allemaal kan verstaan, hè? Ik verstaan hem altijd. Ik ben altijd op duwboten geweest. Ik ben kapitein geweest op duwboten. Je bent altijd weg, dus dan wordt het anders als je kinderen krijgt. Dus toen ben ik met mijn 34e jaar ben ik aan de wal gegaan. Je weet als je voor je eigen werkt dat je in principe nooit vrij bent. Maar gevoelsmatig is het vrij, ja. Je hebt niet met een bobo te maken van een jaar of 30 in een huurpak met luischoenen. Die tegen jou zegt wat je moet doen. Zeg maar wat je hebben wil. Met, hè? En jij, Jeff, wat moet ik voor jou doen? Dat je mayo met uien en dat je pinda's. Dat je mayo. Je komt looking naar de nieuwe coach van Barcelona. Ja. Koeman. Hij is van Madrid. Ja. Maar ik wil graag zijn rapporten. Hey, hoeveel is het?
Ik zeg, goedendag, wie geeft het met hier? Goed. Moet je koffie? Nee. Heb je zijn Kaiserslautern nog gezien? Nee. Die zei alleen maar nee, nee, nee. Weet je, ja. Meer kon hij niet. Nou. Snel, joh. Ja, dat moet. Moet. Dat is uit de jus, hè. Dat is een wereldbal. Joh, als ze maar van het zo snel waren, dan zijn ze drie keer op rij kampioen worden. Eetje, jongen. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Als je hier altijd met Feyenoord bezig bent, dan word je ook op een gegeven moment een Feyenoord-fan. Dus alles wat hier op Zuid is, dat ademt natuurlijk Feyenoord. Het is een specifieke plek, ja. Dit is niet zomaar een plek in de stad of in de Kalsingel. Hier gebeurt natuurlijk van alles. Friet in Nederland is eigenlijk best wel een leuk verhaal, want de Eerste Wereldoorlog is nou 100 jaar geleden. Nou, wat gebeurde er 100 jaar geleden? Kwamen allemaal Belgische vluchtelingen, 1,5 miljoen, kwamen naar Nederland. En die kwamen bij Nederlandse huisgezinnen, vonden die onderdak, omdat ze vluchtten voor het oorlogsgeweld. Antwerpen was natuurlijk, stond in brand, half België stond in brand. En zo hebben al heel veel gezinnen voor het eerst kennis gemaakt met friet, want in België had je al, nou, halverwege de 19e eeuw al een frietcultuur. En zo is de friet, zeg maar, tot de grote rivieren, dus vooral in het zuiden, is de friet begonnen. En pas veel later veroverde friet eigenlijk de rest van het land. Listen here, I'm totally together. Mijn vader is erin begonnen met in 1955 de E55 werd er naar geschrapte aardappels gevraagd. Ja, zo zachtjes aan werd het op de markt gevraagd. Eerst Aad van Nes en een neef van hem is Bram Ladage. Het was het vervolg. En met Bram Ladage zijn we eigenlijk meegegroeid. Ik ben nu 42 jaar in de zaak. Mijn vader had natuurlijk het nadeel, die was altijd alleen. Hij kon nooit met vakantie. Al die winkels gingen nooit allemaal tegelijk dicht. Ik bedoel, en dat is natuurlijk de kracht van de samenwerking met mijn broer. Dat ik zeg, van we kunnen alle twee de boel laten draaien. Ik bedoel, is er eentje ziek of is er eentje wilde met vakantie, dan kan dat. Maar goed, toen ik voor het eerst mijn rijbewijs had, kon ik pa ook wegsturen. En die is toen, voor het eerst is hij meegeweest met Feyenoord naar Milaan, 1970. En toen won ze nog de cup ook, dus ik bedoel, dat was geen verkeerde vakantie. Ja, kijk, na de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk behoefte aan heel veel kleine gerechten voor niet te hoge prijzen. Ik bedoel, er was natuurlijk in Nederland, er was niks. Mensen hadden geen geld. En toen werden de restaurants opgeroepen om kleine gerechten te verkopen voor de Nederlanders. Maar daar hadden die restaurants geen zin in, want er waren nog een beetje elitaire gebeurtenisrestaurants. Dus er mocht het gewone volk niet komen. En toen sprongen al die kleine eetentjes, broodjeszaken en kleine patatas-frietenszaken, zoals het toen heette, die sprongen in dat gat. Dus mensen sloegen bij wijze van spreken een gat in de voorkamer, zetten een vet op een kachel en gingen vanuit hun huis gingen ze friet verkopen. En vanuit kramen en vanuit allerlei plekken die je kunt verzinnen, wagens. Zo is langzamerhand die snackcultuur ontstaan.